hot item van de laatste weken, onthornen. Ja, wat gaat LTO nou voor ons regelen? De boer die heeft graag de horens eraf. Dan wordt hij langer en beter oud mee, denk ik. Het vee heeft toch wel iets minder schade, denk ik, in een drukke stal. En ja, imagotechnisch, ik denk dat het oormerk eigenlijk meer ter discussie zou moeten staan dan dat onthornen. Want maar ja, daar hoor je nooit iemand over. Nee, nou, ik weet niet of we hebben in Nederland, als het gaat om dierziekten, belang bij een goed INR-systeem. En of dat, er wordt wel, ook daar wordt gekeken naar andere oplossingen als oormerk. Ja, nee, maar dat ging nou over de handeling op zich, hè? Precies, precies. Ter vergelijking. Nee, helemaal, nee, precies, zo is het. Hoe je het ook weet of keert, er is met alle discussies over dierenwelzijn in Nederland die hier worden gevoerd, discussie over elk ingreep die je aan dieren doet. We hebben dat gezien met kalfwerken, we hebben het gezien met uierhaarbranden, je ziet het nu met onthoornen. En zeg maar, het maatschappelijk debat gaat dan over de vraag van hoeveel handelingen mag je aan een koe doen en hoe moet je de koe nou veranderen of je, om hem nog in het systeem te mogen. Die discussie is er gewoon. Dus daar moet je ook niet ingewikkeld over doen. Maar onthoornen vind ik wel, dat als je kijkt naar de manier waarop wij op dit moment koeien houden, en dat staat niet ter discussie, dan is onthoornen gewoon een noodzakelijke ingreep. Het niet onthoornen leidt tot veel meer dierenleed als het wel onthoornen. En er is ook geen oplossing voor. Je kunt wel zeggen, dan onthoorn ik niet meer. Maar dat leidt gewoon tot, nou, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen, dat snap je. Zijn er dan oplossingen op lange termijn? Nou, er zijn er eigenlijk maar twee. Eentje is gewoon horloge koeienfokken. Ja, dat is dat valt niet mee, hè? Er valt zoveel te fokken in. Nou ja, er is een Noors ras, geloof ik, of een Noors stier. Ja, stieren, ja, die geven net weer geen melk waarschijnlijk. Dus precies, dus dat is een beetje lastig. Dus dat, daar ligt de oplossing niet. De enige manier waarop je het zou kunnen oplossen is door stalsystemen te ontwikkelen waarbij je het wel zou kunnen. En die zijn er vandaag gewoon niet. Dus ik vind wel, als weet ik veel, Partij van de Dieren oproept om innovatiegelden, onderzoeksgeld in te zetten op stalsystemen waar koeien gewoon hun horens kunnen behouden. Daar kun je nooit tegen zijn. Waarom, die ontwikkeling, dat moet gaan vanuit het principe dat zeg maar, als het mogelijk is, dat je die handeling achterwege laat. Alleen wat je wel duidelijk moet maken, ook aan maatschappelijke organisaties, ook aan politieke organisaties, is dat het vandaag niet kan. En ik weet dat er zeg maar, vanuit de Partij van de Dieren die discussie aangezwengeld wordt. Maar het is inmiddels ook wel zover dat zij in de gaten hebben dat je dat op korte termijn niet kunt veranderen. Ja. Maar jullie hebben aangegeven dat je erop kan studeren en studies kan uitvoeren wat wel of niet mogelijk is. Maar eigenlijk weet je het al. Dat weet ik niet. Kan je dan niet beter van duidelijker zijn? Dat weet ik niet. Ik wil koudmerken, zeg maar, daar hebben we ook van gezegd dat het op dit moment op een aantal bedrijven, een aantal bedrijfstypes niet gemist kan worden. Dat is tot nu toe ook steeds gelukt. Maar er komen natuurlijk gewoon systemen die je koudmerken overbodig maken, zo simpel is het. En als dat kan, dan kun je het achterwege laten. Ja. Zo simpel is het. En ik weet niet of in de biologische sector wordt ook niet onthoord. Ja, maar niet onthoord is van de groepstal weer terug. Nou, ja. Of de biologische sector werkt ook met potstallen. Maar op dit moment vind ik dat je, als het gaat over het onthoornen, niet kunt zeggen van dat laten we maar achterwege. Want het hoort niet bij het dier. Op dit moment kan het gewoon niet. En dat moet je gewoon duidelijk maken, zo simpel is het. Overduidelijk, dat we wel gaan horen. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, ja. Maar er wordt vaak een vervolg aangegeven van, en dat gaan we dus in de toekomst ook niet doen. Dat weet ik niet. Dat is een uitdaging om te kijken of het wel kan, waarom niet. Zo zit ik er ook weer in. En er zit nog iets anders ook bij als het gaat om dierenwelzijn. Melkveelderij is een sector die in zijn algemeen, op de manier waarop we dieren houden, weinig dierenwelzijnsproblemen kent. Maar we hebben wel een paar punten waar dingen beter kunnen. En dat gaat met name over klauwen en over uiergezondheid. Een dier met uierontsteking of met klauwproblemen is niet alleen een probleem voor de productie en kost niet alleen geld, maar is ook een welzijnsprobleem voor die koe. Dat vind ik een hogere prioriteit als het al dan niet ontwonen voor een koe. Ik vind wel dat een dier in principe verdoofd moet worden. Dat is ook verplicht in Nederland. En
bedoel, ja, maar daar gaat de discussie ook niet over. Daar gaat de discussie volgens mij ook niet meer over. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.